Samen met onze Zwitserse collega's kregen we de beschikking over een Oostenrijkse dataset. En in die dataset kunnen we werknemers volgen over de tijd binnen een bedrijf. Dus we kunnen zien wanneer een werknemer een ongeluk gerapporteerd heeft, of dat consequenties heeft, laten we zeggen 5 jaar later, op zijn ontslagkans, op het moment dat het minder gaat met het bedrijf en er ontslagen vallen. En we hebben inderdaad kunnen vaststellen dat op het moment dat mensen een ongeluk rapporteren, dat hun kans bij de volgende ontslagronde om daadwerkelijk ontslagen te worden, toeneemt. Ons onderzoek gaat over ongelukken op de werkplek. Het is al lang bekend uit de literatuur dat het ongeluk op de werkplek mee fluctueert met de business cycle. Ja, dus op het moment dat het goed gaat in de economie, dat je in een hoogconjunctuur zit, zie je veel ongelukken. Terwijl als het slechter gaat met de economie in een laagconjunctuur, zie je veel minder ongelukken. De theorieën tot nu toe waren dat dat echte ongelukken zijn. Dus het idee is dan dat in een hoogconjunctuur mensen harder moeten werken, meer overuren draaien, vermoeider raken en daardoor vaker een ongeluk hebben. Of dat er in een hoogconjunctuur nieuwe mensen worden aangenomen met minder ervaring, die daarom vaker een ongeluk hebben of een ongeluk veroorzaken. Terwijl in een laagconjunctuur is er veel meer de tijd, kun je alles rustig aan doen en zie je minder ongelukken gebeuren. Onze theorie is dat er minder ongelukken gerapporteerd worden in een hoogconjunctuur. Dus dan is het idee dat mensen in een hoogconjunctuur niet bang zijn dat ze ontslagen worden, want het gaat goed met het bedrijf. Dus dan heb je de zekerheid dat je een ongeluk durft te rapporteren, zonder dat je bang bent voor de negatieve consequenties. Maar in een laagconjunctuur, waarbij je bang bent dat er ontslagen gaan vallen in de toekomst, en jij hebt net een ongeluk gerapporteerd, dan denk je misschien van, doordat ik het ongeluk rapporteer, word ik straks ontslagen, omdat de manager denkt dat ik een brokkenmaker ben. Dus onze theorie is dat bedrijven, op het moment dat ze weten dat iemand een ongeluk gehad heeft, bereid zijn om te investeren om het ongeluk in de toekomst te voorkomen. Maar als er dan ontslagen moeten vallen, dan denkt het bedrijf natuurlijk van, nou, ik ontsla hem liever, dat ik moet investeren om zijn ongeluk in de toekomst te voorkomen. Dus het gevolg is dat in een hoogconjunctuur wordt er veel gerapporteerd en zal het bedrijf dus veel investeren om de werkplek veiliger te maken. Terwijl in een laagconjunctuur wordt er minder gerapporteerd en heeft het bedrijf dus minder reden om te investeren om de werkplek nog veiliger te maken. Als voorbeeld gebruiken we in het paper een verpleegster die mensen uit bed moet halen. In principe zijn er technieken voor die ervoor zorgen dat de verpleegster dat zonder problemen voor haar rug kan doen. Maar het kan natuurlijk zijn dat de patiënt een keer zijn evenwicht verliest, waardoor de rug van de verpleegster overbelast raakt en waardoor ze in de ziektewet belandt. Op het moment dat een verpleegster een dergelijk ongeluk meldt aan het bedrijf, zal het bedrijf waarschijnlijk investeren om te zorgen dat het ongeluk in de toekomst niet meer voorkomt. Bijvoorbeeld, het bedrijf zou kunnen zeggen, op het moment dat deze verpleegster iemand uit bed haalt, moet er altijd een andere verpleegster bij zijn. Dat is een investering van het bedrijf om te zorgen dat die ongelukken in de toekomst niet meer gebeuren. Dus op zich is dat positief. Maar het kan natuurlijk zijn dat de verpleegster de dag daarvoor haar dochter heeft helpen verhuizen, waardoor ze haar rug al overbelast had en dat heeft verder niks te maken met het werk wat ze in het ziekenhuis doet. Dus het ongeluk wat dan gebeurt, heeft eigenlijk niks te maken met het feit dat er onder geïnvesteerd is door het bedrijf in veiligheidsmaatregelen, maar heeft meer te maken met wat de verpleegster de dag daarvoor gedaan heeft. In een hoogconjunctuur zal de verpleegster het ongeluk toch melden, waardoor het bedrijf zal investeren om die ongelukken te voorkomen, waarbij het sociaal gezien misschien eigenlijk niet gewenst was, omdat het de kosten niet opwegen tegen de baten van een dergelijke investering. Dat heeft nogal behoorlijk wat implicaties, zo'n conclusie. Ja, dus als je naar beleidsimplicaties gaat kijken van dit onderzoek, hangt het ervan af wat je idee is over of er op dit moment te veel of te weinig geïnvesteerd wordt in veiligheid bij bedrijven. Sommige mensen zullen zeggen dat je nooit te veel kunt investeren in veiligheid. Maar als economen kijken we naar de opbrengsten van een extra investering ten opzichte van de kosten. En als er dus te veel geïnvesteerd wordt, zullen wij zeggen dat er sprake is van overinvestering. Maar als je idee is dat bedrijven eigenlijk te weinig investeren in veiligheid, dan zou de beleidsimplicatie zijn dat je werknemers meer zekerheid moet geven om te zorgen dat ze niet bang hoeven zijn voor de negatieve consequenties van het feit dat ze een ongeluk gerapporteerd hebben.